Hey Chesto, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag spelen we een potje hardcore team damage hier op de map, vriend. We gaan kijken of we een chill potje kunnen gaan neerzetten. Ik speel met de Kinetic Armor Specialist en de Kuda Submachine Gun. Mocht deze video natuurlijk alvast leuk vinden, laat dan even een blauw duimpje omhoog. Natuurlijk helpt het mij enorm. We gaan kijken of we deze enemies dus even een pakje kunnen gaan geven. En ik speel met de Streak UAV, Lightning Strike en de Hater. En hem zag ik dus net te laat. Ik zag hem wel langs dat ding slippen. Maar ja, ik wist toen nog niet dat het een enemy was. Maar dat wist ik toen wel toen hij me killde. Maar het kon ook een teammate zijn natuurlijk. Teammate die pakt dat stuk daar al. Dan ga ik eens even kijken of hier iemand zit. Daar zat zeker iemand. Nu ben ik wel hitted. Dat is wel een beetje kut dan hardcore. En er zat er daar nog een. Die gozer kunnen we net ook. Kom je hieruit, jongen? Beter komt hij daaruit. Of staat hij daar? Nee, jammer genoeg niet. Je hebt natuurlijk ook op dit moment... Serieus? Geen minimap. Krijg pas teammates. Of jij natuurlijk een UAV haalt. Maar dat weet iedereen natuurlijk. Die een beetje verstand heeft van Call of Duty Black Ops 3. En eventueel hardcore heeft gespeeld. Probeer het eens een keer uit. Voor de gein. Het is lachen. Gooi gewoon mijn granaten neer. Kijk, ik heb mijn kinetic armor. Heb ik mijn kinetic armor nog of niet? Nee. Are you kidding me? Je wil mij dus zeggen dat dat mijn kinetic armor bescherming was. In... hardcore. What the fuck? Mijn kinetic armor deed niet eens wat. Even serieus. Mijn kinetic armor zette ik aan en die deed helemaal niks. Want ik heb hem niet meer. Nou, het zal allemaal wel. Kijk, al die enemies campen, man. Echt, ik ga nog nooit meer hardcore spelen. Ik wil mijn hardcore nucleaire serie oppakken. Oké, let's go. Oh, ik was echt mokerscheef daar. Shit. Ik ben stil naar hardcore, dat weet ik. Ik praat niet zoveel als ik hardcore speel, omdat ik me dan echt ziek hard aan het concentreren ben. Omdat je natuurlijk nu geen ene kut ziet. Qua teammate of enemy. Althans, je ziet wel dat een teammate is. Maar niet zo goed. Weg hier, weg hier, weg hier. Ik gooi mijn kinetic armor aan. Slechte keuze. Ja, ik vind het zo kut, jongen. Hardcore is eigenlijk geen game mode van mij. Dit is niet gemaakt voor de rushers. Door wat werd ik geraakt? Ik vraag me echt af door wat ik word geraakt, deze ouwe. Want ze zitten alleen maar te campen, deze enemies. Ik wil even één keer mijn UAV op hun halen. Goos. Teammates, wat... Oh, kijk mijn teammates. Teammates. Wat doen deze mensen? Alsjeblieft, jongens. Ga rennen. Kom op, zeg. Ik kan me hier echt aan irriteren, houden.
Oké, dat is een enemy. Spannende enemies is aan die kant. Je moet echt... letterlijk in elk hoekje kijken waar de enemies zitten, maar ik heb een UAV gehaald. Oké, ik heb bijna mijn lightning. En dan ga ik dood. Ik krijg het weer voor mekaar om dood te gaan één keer voor mijn lightning. Hardcore is geen game voor mij, jongens, echt niet. Hardcore, daar kan ik niks in. Let's go, mooi dubbelkill met mijn granaat. Dat kan ik dan nog wel. Oh, teammate had een keer een UAV, jongens. Lekker teammate, die kills eigen en teammate. Daar ben ik door gesaved, dus gelukkig. Kom, ik heb bijna mijn nieuwe UAV binnen. Het staat weer nek aan nek. Kijk, dit haat ik dus! Je moet in elk hoekje kijken! Om te kijken of er een enemy zit. Oh, sorry teammate, sorry. Schoot mijn eigen teammate neer. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ah, dit gaan we sowieso niet winnen. Het is over. Het is over, ja. Hoe kan dat nou, hè? Hoe zou het nou kunnen komen dat wij verliezen? Het is één woord. Teammates. Ik zeg één woord. 33-14. En mijn teammate gaat... Oké, 23-19. Positief. Wij twee. En geen enkel andere. Dus vier mensen in mijn team zijn negatief gegaan. Vier mensen. Vier mensen, jongens. Dat is toch... In hardcore denk je... Oké, in hardcore spelen een beetje de gevorderde kotspelers. Hey, ik stop ermee. Ik ga geen hardcore meer spelen op dit moment. Mocht je nou wel genoten van deze video, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij natuurlijk enorm. Dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Zoals ik al zei, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, jongens. Doei!